Michel Vonk, om te beginnen, wie kunnen er niet bij zijn in de wedstrijd tegen Eindhoven? Eigenlijk dezelfde mensen als vorige week. Slijngaard, Nijs, Buis, Brenier, Van Huizen. Hoe gaat het met Slijngaard? Was er nog eigenlijk een positie? Het gaat heel goed. Ze zitten tegen in de groepstraining, maar net nog niet goed genoeg om al helemaal klaar te zijn voor de wedstrijd. Varela was er vorige week niet bij. Zit hij nu wel bij de selectie? Ja. Dan spelen jullie tegen Eindhoven. Je hebt het al een keer tegen mij aangegeven. Voor de winterstop was Eindhoven uit misschien wel het slechtste duel dat Sparta de laatste 2 jaar onder jouw leiding heeft gespeeld. Klopt. Ja, het was een hele slechte partij. Eigenlijk na 1 of 2 minuten zag je al dat we het heel moeilijk kregen. Ik geloof dat binnen 5 minuten hebben ze al 3 keer op goal geschoten en moeten ze al een voorsprong nemen. En dat duurde geloof ik tot de 15e minuut voordat het ook echt gebeurde. En, we hadden in die wedstrijd niks te vertellen, maar ook heel slecht. En dat zag er heel slecht uit. Was dat een incident of zou het ook kunnen zijn dat die tegenstander jullie gewoon niet ligt? Nou, op dat moment was het niet goed. Maar we hebben wel aangetoond dat het op dat moment een incident was. Want daarna hebben we een goede serie ingezet. Dus. Maar qua tegenstander, het voetbal van Eindhoven kan jullie misschien niet liggen? Ja, maar Eindhoven vorig jaar heel lang meegedaan in de top 3. Dus het is niet zomaar een ploegje. Er zijn wel een hoop spelers vertrokken en weer anderen bijgekomen. Maar de intentie van voetballen, dat zit er nog steeds in. En dat laten ze nu ook wel weer zien. Je bent zelf verdediger geweest. En nu heeft de verdediging van Sparta na 2 wedstrijden in 2013 nog de 0. Moet lekker zijn. Ja, dat geeft altijd vertrouwen. Hè. Je probeert goals tegen te houden en zelf te scoren. Nou, als dat lukt, dan heb je aan 1 goal genoeg meestal. Dus de 0 is belangrijk. En we weten ook dat we gewoon vorig jaar waren we een van de minst gepasseerde verdedigingen. En dit jaar zitten we daar weer bij. Dus dat betekent gewoon dat je het goed doet. Gek is, na de winterstop heb je blessures, waardoor je vaste linksback niet kan spelen, je vaste rechtsback niet kan spelen. Dus een geïmproviseerde verdediging. Kunnen we stellen dat die verdediging die je dan nu neerzet het net zo goed doet of misschien zelfs beter? Ja, dat is misschien wel te zeggen, maar ik denk dat die andere jongens het ook heel goed kunnen invullen. Dus het is niet zozeer dat het nu daarmee de goals tegenkomen of de tegengoals voorkomen worden. Dus ik hoop wel dat het straks ook weer beter gaat. Zijn ook de contouren van een kampioensploeg, hè? Zo min mogelijk tegendoepen, dat zie je vaak. Ja, dat zeg ik net. De ploeg die weinig goals tegenkrijgt, die draait bovenin mee. Want daarop kun je bouwen en daarop kun je zelf dan doelpunten maken. Vorige week hebben jullie afgerekend met een tussen aanhalingstekens kleine ploeg op papier. Daar waar jullie voor de winterstop veel punten inleverden tegen kleine ploegen. Denk je dat jullie van dat euvel af zijn tegen kleine ploegen slecht spelen? Nou ja, dat moeten we morgen laten zien. Ik denk dat we wel heel bewust van geworden zijn dat dat steeds gebeurde. En waarom het gebeurde hebben we ook heel goed besproken in de winterstop. En daar hebben we ook naar getraind en hopelijk het euvel achter de rug. Het begint ook echt een ploeg te worden, althans misschien is dat al langer zo, maar je ziet dat die jongens veel met elkaar optrekken. Deze week bij tennis zat bijna de hele selectie van Sparta gezamenlijk naar het tennis te kijken. Dat zijn ook leuke dingen denk ik voor een trainer om te zien. Ja, dat zijn goede ontwikkelingen en dat heb ik eigenlijk al vanaf het begin gezegd. Het is een hele goede groep, het is ook een hechte groep. En ze hebben ook allemaal het gemeenschappelijke doel echt als hoogste ambitie. Ze willen graag allemaal bovenin spelen, kampioen worden, dus dat delen ze allemaal met elkaar. Maar ze kunnen het ook goed met elkaar vinden, dus dat is mooi om te zien.